Het landschapsbeheer in de Lijnwijk die krijgt vallen waardoor door de zik. Dat is de Nederlandse landgeit in wildkleur heet dat. En dan moet je vissen dat die zik die loopt hier niet alleen in de zomer of in het voorjaar. Maar die loopt hier gewoon 12 maanden per jaar, ook als de bult een sneeuwling. En die gele bram die hier op de voorgrond staat, dat is Jacobs kruiskruid. Nou, wie weet allemaal dat Jacobs kruiskruid nog een peren gaan dood aan. Maar dan moet je vissen dat die Nederlandse landgeit die kan 600 keer door eigen gewicht aan Jacobs kruiskruid arbeiten voordat ze er dood aan gaan. Nou is het natuurlijk flauwekul om te denken dat ze dat in een keer arbeiden. Maar dan kun je even nog dat zo'n beest eigenlijk een veel sterkere mogen heeft als een peert. En die zeggen die hem ook nog het voordeel dat zij hier, dat zeg ik al, landschapsbeheer dan. Als je nou naar dat eilandje kijkt door zou hier in de Lijnwijk, dan zijn die boom, nou die ben wel 2-3 meter hoog. En dan gewoon verder van het eilandje af, hier op dit stuk kun je zitten komen. En dan zou je dat het echt heel leeg is. Dus die beesten die vreten, die schilden die boom ook als het woord. Die stammetjes en zo, die gewoon die boompjes dood. En dan wilden ze hier ook iemand een bepaalde openheid blijven. Hier zitten vele wattenvogels altijd. En het is natuurlijk, nou ik vind het een prachtig beest om te zijn. Ze vreten pitrussen, ze vreten Jacobs kruiskruid, ze vreten kruiderij. Ze vinden eigenlijk alles lekker. En het lijkt ook nog mooi.